Welkom in deze nieuwe video van Palsgaard. Vandaag komen de antwoorden van alle vragen. Ik heb dat trouwens hier ook allemaal even opgenoteerd, zodat ik weet welke vragen ik allemaal heb gesteld aan jullie natuurlijk. De eerste vraag was, heb ik een zus? Ja, ik heb namelijk een zus. Helaas, ze is wel als baby overleden, maar ik heb wel een officiële zus. Dus het antwoord is ja. De tweede vraag. Welke twee hobby's heb ik? En ik denk dat er heel veel mensen heel veel dingen hebben gereageerd. Dus mijn antwoorden zijn, wat ik heel graag doe, is natuurlijk bezig zijn met luchtballons. Dat is echt een passie van mij, luchtballons. Dit is daarmee dat ik ook ballonvrienden heb op Facebook, op Instagram en ook op YouTube. Moet je maar eens kijken, daar staan heel veel luchtballons op en worden ook gevolgd door heel veel piloten die met de ballon varen. En mijn tweede hobby is namelijk handtekeningen verzamelen van artiesten en ook op de foto gaan. Dus. Dan, vraag 3. Wat was mijn eerste vlog met Kim? Die eerste vlog die staat helaas niet op Polestar. Dus daar ga je hem niet vinden, helaas. Maar wel bij zanger Kenny. Bij zanger Kenny staat namelijk onze allereerste vlog. Want we wilden eerst eigenlijk via zijn kanaal gaan. Maar ik wou dan eigenlijk met een groepsnaam beter. Dus dan is Bolstof aangekomen. Maar de allereerste video, moet je maar eens kijken eigenlijk, was onze Beverse Feesten. Ik kon het verkeerd geschreven, denk ik nog steeds. Wij gingen naar Beveren zwemmen en ik volgde al heel veel YouTubers, Koetlife en nog andere mensen. En ik dacht van, als die dat kunnen, dan kan ik dat ook. Dat moet niet moeilijk zijn. En je kunt het resultaat zien op zanger Kenny en zien van hoe dat we dat hebben gedaan. Ik denk dat het resultaat echt niet goed was, maar we hebben toch ons best gedaan. En we zijn blijven vloggen, dus het was wel leuk. En ook heel veel tips dat ik gevolgd. Vraag 4. Wat heb ik op papier bij de staat eigenlijk, staat dus in, op, eigenlijk ook niet op mijn pas, maar mijn pas is nog niet gemaakt. Daar staat momenteel man. Dus ik ben officieel een man. Dat heb ik ook al veranderd. Ik ben nog aan het wachten voor op de operatie en zo. Dus, maar dat kan je ook zien in video's. Dus dat moet je ook maar zien op het kanaal. Dan zitten we aan vraag 5. Wie zie ik elk jaar en ga ik op de foto bij Zomerrit? Ik heb dat allemaal bekeken en nog eens geteld en nog eens bekeken natuurlijk. En ik kom eigenlijk aan bij Slons, die van ons, maar eigenlijk is het Slons. Blijkbaar ga ik ieder jaar op de foto met haar en dat is al een heel tijdje zo. Amarinis, die kon er ook aan tippen, maar helaas, dit jaar geen Amarinis. Dus die is een beetje verloren. Trouwens, een heel goede zangeres. Dus, maar blijkbaar is dus Slons ieder jaar op Zomerrit. En ga ik ook vanaf wat ik dus naar Zomerrit ga, met haar op de foto. Dus blijkbaar was zij de meeste. Moest ik een fout hebben gemaakt, sorry daarvoor. Maar ik heb toch goed gekeken. Dan 6. Welk vrijwilligerswerk doe ik? Ik denk dat er heel veel mensen hebben gereageerd dat ik ga werken op school, in de kleuterklas, op school is geheim. Maar er zullen waarschijnlijk, denk ik, ook mensen gereageerd hebben dat ik dus vrijwilligerswerk doe bij de Sint. De Sint een beetje helpen natuurlijk. Dus ik weet niet hoe jullie hebben gereageerd, want ik neem dit dus op voorhand op, voordat die vragen allemaal op internet komen. Dus ik weet niet hoe jullie hebben gereageerd. Maar ik keur het allebei goed, want het is allebei eigenlijk ook wat ik doe. Dus ik doe 2 keer vrijwilligerswerk, maar het officieel, het echte wat ik altijd doe en wat ik ook het meeste doe, is naar school gaan om de juffrouw te helpen. Dus eigenlijk, ja. Het is allebei juist, maar ik snap het wel. Vraag 7. Hoe heten mijn huisdieren? Mijn huisdieren eten Kristeltje. Die is momenteel 6. Dan heb ik nog 2 konijnen. En dan heb je Snuffel en Muffin. En die zijn, ik denk als deze video online komt, 5 maanden. Dus dat telt toch wel even. Dan heb ik het natuurlijk niet over de muggen, de vliegen die rondvliegen. Want die hebben geen naam gekregen van mij. En daar ga ik niet aan beginnen. Dan heb je vraag 8. Hoe heten mijn 3 andere kanalen? Mijn 3 andere kanalen heten Ballonvrienden, Sil en Miranda.
in volwassen K3-fans officieel. Dat zijn mijn kanalen momenteel. Dus ja. Ik heb eigenlijk nog een ander kanaal. Maar daar zit ik bijna nooit niet op. Dus dat telde eigenlijk niet meer echt. Die waar ik het meeste mee werk. Dus vergeet niet te abonneren op die kanalen. Het zijn alle drie heel leuke kanalen. Volwassen K3-fans. Zeg het al, dat gaat over K3. Daar laat ik ook al meestal bol staan. Maar als ik het uitpak van K3, dan staat het meestal daarop. Sil en Miranda. Dat zullen jullie wel weten, dat samen met Miranda dat ik dat doe. Dan maak ik vlogs. Ik ga dingen uitpakken. Ik gebruik die potjes trouwens ook meestal daar. Daar komen ze trouwens ook van. Ballonvrienden zegt het woord ook. Dat gaat over luchtballons. Als ballons opstijgen in de lucht, dan probeer ik die dan te filmen. Dat is meestal dat ik naar de markt ga of naar de vredesfeesten. En ook heel veel foto's. Maar dat zit ik op Facebook en op Instagram. Dus die kan je allemaal volgen. Dan vraag je 9, hoe lang ben ik al K3-fan? Ik denk dat heel veel mensen 20 jaar hebben geantwoord. Dat kun ik ook goed. Maar ik ben al fan van wat ik wil. Dus eigenlijk 21 jaar. Maar K3 zegt ook, ik ben 20 jaar bezig. Dus pak het op 20 jaar. Maar eigenlijk, ja, als je fan bent van wat ik wil, dat ze niet tellen bij Studio 100. Waarom niet? Dat weet ik ook niet. Is het eigenlijk 21. Dus ja, dat is een beetje moeilijk. Daar kan ik helaas niets aan doen. Maar wat ik wil was eigenlijk het eerste liedje waar ik fan van was. Dat was ook K3. Maar als je telt van bij Hey Mama en ja, Studio 100 ook heeft gedaan, is het 20 jaar. Dus ja, dat keur ik allebei goed. Maar eigenlijk ja, ben ik 21 jaar fan. Maar ja, als je dan natuurlijk, ja. Dat ze dat er niet bij rekenen. Ik weet niet waarom. Eigenlijk, het ding dat ze ook iets hebben gepakt van Hey Mama, Elsgoe, seksvol. En wat ik wil niet. En daarom 20 jaar K3. Dus kunnen we helaas niks aan doen. Dus vonden jullie dit een leuke video? Dan zeker omhoog. Vergeet niet te abonneren. Willen jullie dit ook nog eens doen? Doe dat, laat dan zeker weten.